Onder de titel Zeeland presenteert vond in Ierseke de feestelijke opening plaats van het oester- en mosselseizoen 1958-59. 100 vrolijk gepavoiseerde schepen voeren uit voor een vlootschouw op de Oosterschelde. Het water waarin de volwassen oesters voor korte tijd worden uitgezet om rijp te worden voor de consumptie. Met de kor werden de eerste oesters van het seizoen opgevist. En de allereerste was voor de commissaris der koningin Jonkheer de Kaas en Brood, die het hoofd ontblootte alvorens de laatste eer te bewijzen aan een edele oester. Velen zullen op dit ogenblik gedacht hebben aan het gevaar dat de oestercultuur bedreigt wanneer over 25 jaar de dam gereed is waarmee de Oosterschelde in het kader van het Deltaplan wordt afgesloten. Veel eerder nog, in 1961, zal het Veerse gat tussen Noord-Beveland en Walcheren zijn afgedamd. En ook die afsluiting kan dodelijke gevolgen hebben voor de oestercultuur in Zeeland. Daarbij het Veerse gat draaien reeds 4 enorme asfaltmolens die elk een capaciteit hebben van 170 ton per dag. Zij leveren het asfalt dat nog voor het begin van de stormperiode als een beschermende laag moet worden aangebracht op de 1700 meter lange zanddijk die in nog geen half jaar werd opgeworpen. Hard wordt hier gewerkt aan een fragment van een gigantisch project, het Deltaplan, dat gevaarlijk kan zijn voor de oestercultuur, maar dat moet worden uitgevoerd opdat eens honderdduizenden mensen afdoende beschermd zullen zijn tegen het geweld van de zee.